Het is een geweldig toernooi en we gaan vooruitkijken op een misschien nog wel geweldiger finale dag, toch Esther? Ja, het is wel, het is wel iets waar ik wel van droom en ik kijk er wel naar uit naar morgen de finale tussen Elvin Hewitt en Gustavo Fernandez. Ja. Ik had vandaag gelukkig alle tijd eigenlijk om de halve finales te bekijken en die waren al echt heel leuk. Ik zei het gisteren eigenlijk ook al, het was een schaakpartij tussen Elvin Hewitt en Stefan Oudet. Ja. Beetje jong tegen oud, maar erg schaken. Dat werden ook 3 sets. Waarbij Stefan Oudet de eerste set best wel makkelijk pakte. Korte games met 6-4. Maar daarna was Elvin Hewitt gewoon sterk met 6-1-2. En daarna kwam de spierballenpartij. En daarna kwam een spierballenpartij tussen Tom Echtbrink, Nederlands. Ja. Toch ook wel een beetje dat ik dacht, nou, zou leuk zijn als hij de finale haalt. Voor het eerst zou dat zijn. Maar nee, hij had het ook in 3 sets. Heeft hij het net aan verloren tegen Gustavo Fernandez. Dus dat is heel jammer. Maar het is wel een droomfinale. Het is wel... zijn 2 grote namen. De een is de titelverdediger. Ja, inderdaad. Elvin heeft hem vorig jaar en het jaar ervoor gewonnen. Gustavo Fernandez heeft hem ook al eerder gewonnen hier. Ze spelen hier alle 2 heel graag. Die ondergrond ligt hen beiden. Maar nogmaals, het zijn wel 2 totaal verschillende spelers. Dus wat dat betreft, ja, jij gaat mij natuurlijk vragen. Ik ging het niet eens meer vragen. Ik ging het niet eens niet? Meer vragen. En nu ben ik ervan overtuigd, jongen. Echt waar. Jij bent er nu van overtuigd? Ik ben er wel van overtuigd. Nou, vertel ik maar. Ik weet natuurlijk niet of mijn kennis toereikend is. Maar ik denk dat Gustavo hem gaat winnen. Ja? Ja, dat denk ik. Op basis van de spierballen? Toch ook wel. En hoe die vandaag is teruggekomen van Tom. Dus buiten zijn spierballen zijn mentale kracht. Ik schat hem in dat hij hem gaat winnen. Zou ik ook wel leuk vinden eigenlijk. Ja. We hebben, godzijdank, eindelijk een uitspraak binnen. Het einde van het toernooi. Ook een overwinning voor mij, mag ik wel zeggen. Ook voor mij ja, een overwinning. Zeker. Volgend jaar ben ik eerder met mijn voorspelling. Oh, ja? Nou, dan hou ik je dan wel aan, okay. Een beetje. Ja. We gaan het ook nog even hebben over de dubbel. Ja. Daar kan je nog niet, kunnen we nog niet alles over zeggen, want nee. Er wordt nog gespeeld op dit moment. Ja, het is in ieder geval de Fransen staan in de finale. Stefan Oudet en Nicolas Pfeiffer. Maar die nemen het dus op tegen misschien de Nederlanders. En ze staan er, as we speak, niet zo goed voor. Nee. Dus het is een beetje een cliffhangertje. Maar goed, fingers crossed. Ik bedoel, kan nog van alles gebeuren. We hebben wel om dit hele toernooi met alles wat zo goed is verlopen, zou je kunnen zeggen, hebben we eigenlijk wel een oranje tintje in die finale nodig, hè? Ja. Ja, nou ja, het zou leuk zijn natuurlijk bij het rolstoeltennistoernooi, maar bij de Valide natuurlijk sowieso het oranje tintje. Dat is er al lang. Maar die sjaals kunnen de kast uit natuurlijk. Ja, ja. Maar het zou heel leuk zijn als het bij de rolstoeltennis ook iets oranje zou zijn. Ja. Ik denk dat je linksom rechtsom zin hebt in morgen. Hè? Zeker. Ja, dat is toch wel weer een spannende dag. Ik vind het finale is altijd wel een beetje spannend. Maar heel leuk. En ik denk terugkijkend nu al een beetje op een succesvol toernooi. En ik moet ook wel uitkijken naar volgend jaar naar... Hopelijk veel feest, veel publiek, veel festiviteiten. 50ste editie. Dus dat is wel echt super tof. Dus ja. We kijken uit naar volgende jaar. Maar we zijn eigenlijk ook gewoon nog helemaal hier. En we verheugen ons natuurlijk enorm op de finale van morgen. Tot morgen. Heel veel succes.